NTR. 5 jaar geleden sprak ik met Olympisch schaatskampioen Sven Kramer. Nu zoek ik hem op in het half verbouwde schaatsmekka van Nederland, Tialf. Zit hij helemaal alleen? Ja, goed hè. Hé jongen, hoe is het? Ja, goed. We zitten hier in een half vernieuwd Tialf, hè? Ja. Kun je het ergens aan zien eigenlijk? Niet, hè? Nou, eigenlijk niet, nee. Nee. Nee, het is... Ja, voor de kijkers moet er denk ik nog eerst echt het dak eraf. En ja. Ja, voor ons, zeg maar, als kenners is dan de vloer nieuw en zo, maar... Merk je daar wat van? Nog niet. Nee? Nee, ja. Het is nog niet zo, zeg maar... Het is wel oké, maar het is nog niet supersnel. En ik denk dat ook zij daar nog aan moeten wennen. Er zijn al wel wat baanrecords verbroken. Ja, maar vooral de sprint. En ik hoop dat ze de lange afstanden ook nog beter krijgen. Ja. Ik begreep dat het te maken had, vooral bij die sprint ook, met iets zachter in de bocht. Ja. Ja, klopt. Daar heb jij helemaal niks aan, toch? Nee. En daarbij, ze kunnen nu zeg maar in 4 compartimenten vriezen. Dus de bocht en de rechtstuk kunnen ze anders vriezen. Alleen dat voor ons is het iets anders wat we nodig hebben dan voor de sprinters. Wat heb jij nodig dan? Voor de lange afstand heb je vaak iets harder ijs nodig. Waardoor we iets meer op het ijs staan en iets meer glijvermogen krijgen. Ja. Maar ben je een beetje, want we gaan het er straks over hebben... want 5 jaar geleden heb je in ieder geval gezegd... er moet wat gebeuren aan die hele topsportmentaliteit in het land. Ja. Is dit een kleine stap in de goede richting? Of, Ja, als het straks af is, zeker. Ze hebben toch behoorlijk geïnvesteerd. En uiteindelijk denk ik dat hier echt straks een topijs mag staan. Oké. We gaan naar een plek waar je ook vaak zit. Oké. Sven, waar we hier zitten is prefab, hè? Voor nu even, toch? Ja. Hoe vaak ben je hier? Bijna elke... Als ik thuis ben in Heerenveen, dan wel bijna elke dag, ja. En wat doe je hier? Als ochtends hier kom, dan is hier in fietsen. Dan ga ik naar de ijsbaan, schaatsen. Hier weer uitfietsen, uitwerken en terug. En dan een paar keer in de week nog kracht trainen. Is het druk hier? Soms wel te druk, ja. Ja. Kun je nog iets herinneren van het gesprek van ons, 5 jaar geleden? Weinig. Ik moet ook zeggen dat ik niet echt heb geprobeerd om nog voor de geest te halen. Maar ik laat me verrassen. Nou, zullen we meteen beginnen? We beginnen altijd met dat programma met een aantal voorspellingen. Ja. Je weet nooit wat er gebeurt, hè? 5 jaar is lang. Ja. Ik reed hierheen. Ja, 5 jaar. Hè. Maar goed. Ja, ik denk, laten we over me heen komen, zien het wel. We worden al aardig voorbijgestreefd in faciliteiten ten opzichte van buitenland. En ja, Heerenveen moet nu wel aanpoten, anders missen ze wel de boot. Ja, en dan zullen er ook steeds meer toppers gaan vertrekken. Kan het zo erg worden dat je voortijdig je carrière moet beëindigen? Het kan wel, ik hoop niet. Ben je daar bang voor? Ja, nou, dat ben ik soms wel eens bang voor, ja. Ja. Dit moment zie ik nog niet de kampioenen die jaar in jaar uit... elk toernooi gaan winnen. Op dit moment ben ik de enige, denk ik. Nou, wel aan het einde van die 5 jaar, denk ik, ja. Je hebt de dame nog niet gevraagd? Nee. Is het de dame waarmee je nu bent? Ik denk het wel, ja. Ben je ook nog niet helemaal zeker van? Nee, je weet nooit wat er gebeurt, hè? 5 jaar is lang. Ja. Nee, ik ben wel getrouwd met Owen. 1, 2, 3 kinderen? Nou, laten we met BNA beginnen, toch? Hmm. Jongen of een meisje? Nu we nog de voorkeur mogen uitspreken. Ja, jongen. Ja, meteen maar even met de privéambities. Ja. Laten we met de eerste beginnen. Ja, toch. Het is er niet van gekomen, volgens mij, hè, dat je de dame hebt gevraagd. Nee. Je bent nog wel. Jullie zijn nog wel. Ja, zeker. Ja. Wat is de reden waarom je dat toen wilde en niet hebt gedaan? Blijkbaar wilde ik het toen, ja. Ja. En het is niet zo dat ik het nu nog steeds niet wil. Of dat ik het nu niet meer wil. Helemaal niet. Maar ja, we zitten allebei nog in een super drukke fase van onze carrière. Ja. Naomi gaat naar Rio, naar de volgende Spelen. Ja. En ik ben nog volop bezig met mijn eigen carrière. En ik moet wel zeggen dat ik... ik ben er natuurlijk wel over nagedacht. En ik vind eigenlijk wel dat trouwen steeds... Ja, minder toegevoegde waarde van je relatie. En, misschien dat ik daar inderdaad wel anders ben gestaan. Maar dat heeft niks meer of minder met houden van te maken.
Nee, oké, goed. Dan heb je dat huwelijk heb je nu weer geproduceerd. Ja, ja. Maar we houden er nog iets over. Dat is dat je zei van, nou, ik denk toch ook wel dat ik een kind heb. Ja. 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 Nou, ik heb wel de laatste paar jaar om me heen gekeken, natuurlijk. En collega's schaatsen, dus ook met kinderen. Ja. En ja, naar mijn mening, tenminste hoe ik erin sta, zou ik daar gewoon niet goed mee om kunnen gaan met betrekking tot mijn topsportcarrière. En ik denk dat het te veel zou bijten. En dat hetzelfde geldt voor Naomi. Ja. Het is eigenlijk, is zo'n topsportcarrière zo allesomvattend dat er eigenlijk geen ruimte is voor dit soort dingetjes? De manier waarop, of hoe ik sport bedrijf, denk ik niet, nee. Vind je dat ook een opoffering? Hoe ouder je wordt, denk ik, hoe meer opoffering het wordt natuurlijk. En dat is de consequentie van topsport. Ja. Maar hoe vaak denk jij, als je jou vergelijkt met leeftijdgenoten die geen topsport bedrijven, denk je dan wel eens, ja, is toch ook eigenlijk wel een heel leuk leven wat zij hebben? Ja, nee, tuurlijk. Ik heb natuurlijk, eigenlijk de meeste vrienden van mij zijn geen topsporters, of die hebben een goede baan, of die studeren nog. En het is een heel ander leven, dat klopt zeker. Ja. En wat vind je dan, als je dat vergelijkt met het leven wat zij leiden, wat is dan toch een opoffering? Dat je denkt, ja, dat kan ik nou helemaal niet. Ja, de sociale contact is wel vaak de grootste opoffering. En natuurlijk probeer ik de dagen dat ik thuis ben zoveel mogelijk met Naomi door te komen. Maar je hebt natuurlijk ook nog vrienden, familie. En ja, dat schiet er wel vaak binnen, ja. Is het ook zo dat je gewoon egocentrisch moet zijn al van tevoren om een topsporter te zijn? Ik denk wel dat je dat op een bepaalde manier moet zijn of worden. Maar de een heeft het meer en minder dan de ander natuurlijk. Maar ik denk dat je wel een vorm van egocentrisme moet hebben. Ja. Ja. We hebben 5 jaar geleden ook gesproken over de ambities die jij vond dat Nederland moest hebben. En dan met name ook als het over jouw sport gaat. Nou, we zitten hier nu in een half verbouwd Tial. We zijn net even bij de ijsbaan geweest. We zitten hier in een prefab ding. Het is allemaal nog lang niet klaar in ieder geval. Luister even wat je er 5 jaar geleden over zei. Oké. Okay. Accommodatie, ijs, trainingsfaciliteit, de uren, de beschikbaarheid. Ja. Eigenlijk zou er nog een baan bij moeten. Alleen voor topsport. Ja. Ja. Met top ijs, ja. Alleen voor topsporters, ja. 24/7. Ja. Ja. Eigenlijk vind je dat de overheid wat dat betreft wel iets meer... Niet iets meer, veel meer. Veel meer. Ja. Want het is wel, weet je, er wordt heel weinig ingestopt in de topsport. Maar als Sven Kramer de Olympische 5 kilometer rijdt, dan zit wel de hele regering op tribune. Ja. En dan willen ze er 1 keer wel allemaal bij horen. Maar stoppen er geen cent in. Zeg je dat ook wel eens tegen die mannen en vrouwen? Nou ja, ik stop niet onder stoelen of banken. Ja, ben je het nog steeds met die jongen eens daar? Ja, ik ben het wel zeker met de jongen eens. Maar ik had het er nu wel op een iets genuanceerde manier gebracht, denk ik. Ja. Dus eigenlijk vind je hetzelfde. Alleen omdat je wat ouder bent geworden, probeer je het wat voorzichtiger te zeggen. Ja, maar ik denk eigenlijk nog precies zo over, ja. Ja. Hoe komt het dan toch dat je voorzichtiger wordt in 5 jaar? Terwijl je eigenlijk sterker bent, groter bent, meer autoriteit hebt. Omdat ik denk... Ik denk dat je op beide manieren hetzelfde doel kan bereiken. En dat het... Ja, je kan het op verschillende manieren brengen natuurlijk, maar... Toen deed je het zo, nu doe je het iets voorzichtiger. Nou, ik denk nog steeds wel dat ik nog wel zo kan zijn, maar... Ja, wel op de juiste momenten, denk ik, ja. Nog even naar die ambitie van toen. Er moet gewoon een tweede baan bijkomen, alleen voor topsporters. Dat is niet het geval, hè? Nee. Nee. Dat is een teleurstelling. Toen had je wel te maken met een... Ik denk met een hele andere tijd dan nu natuurlijk. Omdat als je naar de economie kijkt en als je kijkt naar wat nu gebouwd kan worden... onder huidige omstandigheden, dan denk ik dat we wel hier heel blij mee moeten zijn als het straks af is. Vind je verder dat even los van een gebouw en een ijsbaan en een perfecte temperatuur van -7 graden... vind je verder dat er iets is veranderd? De Nederlandse topsportcultuur? Ja. Nou, ik denk wel dat het beter wordt. In Nederland hebben we moeite met topsports, met kampioenen. En we willen natuurlijk het liefst altijd het gemiddelde zien van iedereen. En als mensen daar bovenuit stijgen, dan hebben ze dat liever niet. En als mensen het iets minder doen dan het gemiddelde, vinden ze het eigenlijk nog mooi. Zit er nog een soort van
ja, hoe moet ik dat noemen? Leedvermaak bij. Mm-hmm. En ja, dat is wel Nederland natuurlijk. Ja. Heb jij dat ervaren? Dat ze moeite hebben met kampioenen? Moet wel, ja. Nou, of ik het, soms loop je wel tegen dingen aan, maar ik zou... Ik heb, moet ik zeggen dat ik persoonlijk niet heel veel last van heb, maar het is wel een constatering. Heb jij leedvermaak ervaren? Nou ja, je hebt natuurlijk altijd voor tegenstanders, medestanders, fans. En ja, daar zitten natuurlijk mensen, sommige mensen die zijn meester, sommige mensen zijn tegen. Ja, dat heb je nou één keer. Tedjan Bloemen, die naam ken je. Ja. Die zei, ik heb het nu even nog over de topsportmentaliteit. Die zei, ik ben weggegaan uit Nederland omdat het voor mij, voor hem, niet goed hier was. Ik werd onrustig. Ik werd van hot naar haar geduwd. Luister even naar een klein fragment van hem. Ja. Je moet je voorstellen dat zeg maar, schaatsen, dat is, zeg maar, dat is mijn ding. En daar word ik gelukkig van. En als ik me daarmee bezig kan houden, dat vind ik alleen maar mooi. En als ik me dan in Nederland de hele tijd met allerlei randzaken bezig moest houden. Zoals van in wat voor team kom ik volgend jaar? Heb ik nog wel een groot genoeg inkomen om mezelf te onderhouden? Dat is heel erg afleidend. Dat is niet leuk. En dan zit je gewoon niet lekker in je vel, een beetje gestrest. En daar ben ik nu allemaal vanaf. En het is nu allemaal, alle faciliteiten zijn voor me geregeld. Ik kan mezelf onderhouden met een inkomen dat ik van de Canadese bond krijg. En ik kan me nu gewoon volledig op schaatsen richten, waar ik gewoon heel erg gelukkig van word, ja, het hele jaar door. Als hij dat zegt, dan klinkt het alsof het daar beter is voor hem, maar misschien voor veel meer mensen dan hier. De punten die hij benoemt, als die niet zo voor elkaar zijn zoals hij zegt, voor zijn eigen persoon, dan zou ik ook iets anders zoeken. Ik moet wel zeggen dat veel redenen die hij benoemt voor mij niet opgaan, dat ik die wel voor elkaar... Maar dat komt omdat jij een topper bent. En hij is dat nu misschien ook wel, maar dat was hij toen nog niet helemaal. Toen nog niet. Nee, toen nog niet. En een topsportcultuur zou moeten zijn dat je van mensen die nog niet een topper zijn, een topper kan maken. Ja, nee, daar heb je absoluut gelijk in. En hij zit op de universiteit in Calgary. En ja, daar alles ademt daar sport. Ja, en dat is bij lange na niet te vergelijken met hier. Absoluut niet. En daar heeft hij ook zeker een punt. En als ik een jonge atleet was en ik zou de keus hebben, zou ik het misschien ook al doen. Ja, hij heeft een beetje, je krijgt er wel meer rust van. En hier is vaak van, oké, ik ben schaatser, maar wat is je werk? Of ik ben topsporter, maar wat is je werk? En dat is met coaches net zo. Ik ben coach, maar wat doe je om geld te verdienen? En sport heeft meer gewoon aanzien in het buitenland. Ja. Maar jij zei, als ik nu een hele jonge schaatser was en ik zou aan het begin van mijn carrière staan, dan zou ik misschien toch naar een andere plek toe gaan? Ja, dat... Ja, het is moeilijk, omdat ik ben er ook heilig van overtuigd dat je wel dicht bij je cultuur en bij je basis moet blijven. En het is wel gevaarlijk om jonge mensen vroeg daarbij vandaan te trekken. Ja, hij had natuurlijk het geluk dat hij voor de helft, zijn vader is Canadees, natuurlijk toch ook in die zin in een zekere warmte nog zit. Ja. Dat hij niet alleen maar op reis naar een vreemd land gaat. Wat nee, zeker niet. En de meeste schaatsers kennen elkaar natuurlijk ook wel. Ja. Het fijne van de sport die jij doet is dat het tot op de honderdste seconde duidelijk is wat de ambities zijn en dat je daar ook later op kan worden afgerekend. Ja. En reken maar dat ik jou natuurlijk 5 jaar geleden daar wat tijden heb gevraagd. Nou, het is nu 12:41. Ik denk wel dat het naar 12:30 kan. En dan hebben we het natuurlijk over jouzelf, hè? Ja, daar ga ik wel vanuit. Ja. Kun je iets over de 5 kilometer zeggen? Die is nu 6:03. Ja, ik wil die eigenlijk nog wel een keer onder de 6 minuten rijden. Om even met die 5 kilometer te beginnen. Je hebt je 100ste officiële 5 kilometer gereden. Maar ja, je bent niet meer boven die tijd uitgekomen. Al zo lang. Onder die tijd. Ja. Je hebt het niet beter gedaan dan toen. Mm-hmm. Is dat iets wat je dan toch nog dwars zit? Of kan je daarbij neerleggen? Ik kan me daar wel bij neerleggen, maar die ambitie die heb ik nog steeds. En ik heb ook wel een moment gehad dat ik me eigenlijk beter voelde dan toen ik die 6:03 reed. Alleen waren de omstandigheden daar niet... het moet allemaal net op zijn plek vallen. Dus ik heb die ambitie nog steeds, alleen het is inderdaad niet gebeurd. Ik weet ook niet of het onder de 6 minuten gaat, maar ik denk dat het wereldrecord nog zeker wel verbroken kan worden. Maar ik weet natuurlijk nog niet hoe lang ik ga schaatsen of hoe lang ik blijf schaatsen. Komen we nog een keer op hooglandbanen, Calgary, Salt Lake. Dus ja, dat zijn allemaal factoren die meespelen. Ja.
En dan die 10 kilometer, die heb je lang bij je gehouden. Tot voor kort eigenlijk. Ja. Ja. Wat was het, wat was jouw eerste gedachte toen je zag dat dat zo aan gruzelementen ging? Ja, ik vind het onwijs knappe prestatie van Tijan. Zeker gezien het verhaal wat we net ook zagen, waar die vandaan komt. En, maar ik vind de tijd die ik 5 jaar geleden benoemde met een 12:30... denk ik nog steeds dat die haalbaar is. Alleen ja, zal ik, of iemand anders, maar als ik voor mezelf spreek, er anders op moeten voorbereiden dan dat ik nu, tot nu toe heb gedaan. Wat zeg je daarmee? Ik ben 3 weken geleden hebben wij die 10 kilometer gereden in Salt Lake City. Ja. En daar ben ik relatief natuurlijk kort geweest. Ik was er maar 10 dagen van tevoren. En ja, dat is niet het meest ideale. En ik zeg niet dat ik het dan wel had gedaan, maar dan heb je wel meer kans toe. Ja, dus langer aan de drukverschillen wennen. De hoogte, tijdverschil, alles. Ja, juist. Het is gewoon een hele andere manier van schaatsen daar dan hier op C-niveau. Juist. Laten we even gaan naar de Olympische Spelen. Er komt natuurlijk nog een Olympische Spelen aan waarop je op zijn minst al die gouden medailles moet halen die je al had moeten halen. Ja. Ga je ze halen? Nou, dan ga ik wel mijn best voor doen, ja. Ja, dat mag nu ook wel een keer, ja. Goed, het wordt ook steeds moeilijker om het niveau vast te houden of te verbeteren. Wanneer ben je op zijn best, fysiek gesproken? Nou ja, ze zeggen tussen de 25 en de 30. Ja, in die zin moet nog komen. Heb je nog een mooie tijd voor je. Ja. Dus dat is het excuus niet? Nee, absoluut niet. Maar ik hoop ook dat er geen excuses zijn. Nee. Je lichaam kan af en toe een excuus zijn, maar ja, nou ja, goed, ja. Dan moet je daar maar goed mee omgaan. Ja. Mm-hmm. Dus eigenlijk, ja, wat kan eigenlijk het? Moet niks meer in de weg staan. Nee. Nee, maar heb ik al eens vaker gedacht, hoor. Ja. Ja, wat stond er in de weg eigenlijk, als je het hebt over die Olympische Spelen? De afgelopen Olympische Spelen? Ja, niet zoveel. Ik denk dat ik reed een goede 5 kilometer. Ja. En de 10 kilometer was Jorrit beter. Ja. Ja. Dus ja, als je het zo wil uiten, dan stond hij in de weg. Ja. Ja. Maar goed, ja, dat is topsport. Ik wil even naar een reactie van jou gaan toe. 4 jaar geleden begon hij al met zijn race van vandaag, toen hij door een foute wissel zijn gouden medaille miste. Al die tijd was hij op weg naar het goud van Sochi op die magische 10 kilometer. 4 jaar na dato krijgt Kramer de kans om alles recht te zetten. Maar Kramer moet het hoofd buigen. Het goud lijkt naar deze man te gaan. En Kramer weet het. Kramer gaat naar het zilver en niet naar het goud. Daar is de winnaar. We weten allemaal dat hij 4 jaar heeft gewacht op deze dag. En dit is de grote kampioen. Grote kampioen. Ja, hoe groot is deze klap? Ja, grote klap. Gaan we naar verslaggever Martijn Bink vanuit Sochi over de vraag of Sven Kramer al over het verlies van de gouden medaille heen is. Nee, bepaald niet. Zal ik hem aankomen? Ja, goed, niks ten nadele van Jorrit. Oh, Jorrit rijdt hier echt een super tijd. Wereldrecord Laagland. Ik heb eigenlijk de hele week al te veel last van mijn rug. Nee, dat nou? Ja, zag je inderdaad aankomen. Er zijn mensen die vonden dat niet leuk dat jij dat zei. Als je achteraf gezien, had je dat moeten zeggen? Ja. Kijk, als je altijd rekening mee moet houden wat anderen ervan vinden. Ja, dan... Dat doe jij nooit. Nee. Dus ik heb er eigenlijk geen spijt van, omdat ik het op dat moment zo voelde. En mijn intentie is natuurlijk ook helemaal niet om de prestatie van Jorrit daar in discrediet te brengen. Integendeel zelfs. Alleen, dit is natuurlijk gewoon een leidraad in mijn carrière. En op te veel bepalende momenten is het mijn beperkende factor. En je rug, bedoel je? Maar, ja, en dat is natuurlijk dat is natuurlijk super frustrerend. Ja. En of je het op dat moment moet zeggen of niet, ja, weet je, dat is in the heat of the moment. En daar kun je over discussiëren, maar het zij zo. Maar ja, mensen die een beetje met sport bezig zijn, die zeggen dan, het lichaam is altijd een beperkende factor.
Er is altijd wel iets in je lijf. Tuurlijk. Want je denkt, ja, als ik sterkere benen had gehad, of als ik minder snel was gaan verzuren. Er is altijd wel iets. Nee, dat is ook zeker zo. Geest kan ook een beperkende factor zijn. Ja. Die geest geeft het niet snel op bij jou, geloof ik, hè? Nee, nog niet, nee. Daar ben ik eigenlijk ook niet van plan. Nee, dat lijf zit in... Als iets in de weg zit bij jezelf, dan is het het lijf af en toe. Ja, maar dat is natuurlijk ook topsport. En dat hoort er ook bij. Goed, dat laat je nu niet zien. Maar vervolgens, het gaat er ook... Dit is ook topsport, heb ik toen benoemd. Weet je. Je moet gewoon fit zijn op de momenten dat het moet gebeuren. Ja. En als je dat niet bent, ja, dan heb je het gewoon niet goed gedaan. Zo simpel is het. Ik heb het idee dat er heel veel mensen zijn die jou niet aardig vinden. Ja, dat kan. Ja. En dat komt ook wel door jou, denk je ook niet? Ja, dat komt denk ik van mijn manier van sportbedrijven. Ja. En het is vrij ruksigloos. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt, ja. En dan is Sven ook niet daarna de jongen die zegt, nou jongens, gezellig. Dan, als Sven baalt, dan baalt Sven. Ja, maar ja, wat dat betreft ben ik wel open boek, denk ik, Jan. Ja. Ja. Ja, dat is voor de mensen die jou leuk vinden natuurlijk leuk om naar te kijken soms. Omdat ze denken, dat is Sven, dat maakt jou apart. Maar collega's van jou vinden dat soms echt vervelend. Ik heb toch even een paar van die reacties niet gehaald, maar gewoon even op een rij gezet. Bob de Jong reageert op de naam Sven Kramer. Nou ja, die rijdt ook in het groen. Nee, Bob de Jong heeft het niet zo op Sven Kramer. Nee. Er is wel zo'n theorie, Kramer wil jou er liever niet bij hebben, want dan wil jij ook nog weer een gouden medaille erbij. Is dat lulkoek? Als je echt een team bent, dan sta je er ook als team. En ja, dat is nu niet aan de orde. Ik heb geen behoefte om daar als 15 wiel aan de wagen aan te hangen. Ja, hij wil ook een bedroefde sfeer bijna neerleggen. Dat doet pijn. Tenminste, ik vind het onnodig. Ik heb meer het idee van, ja, waarom ben je hier nog? Als je hier op het podium staat van, ja, ik moet hier zijn. Het is meer, het kwam voor mij meer over van als verplichting dat hij hier moest zijn. Dat was erg jammer. Wat is jouw reactie erop? Ja, kan ik weinig mee, weet je. Ik ga geen Polonaise vieren als ik tweede word. Of dat ik het naar mijn inziens niet goed heb gedaan en ik gewoon geen goede prestatie heb geleverd. En, dat is... Ik kan daar gewoon niet blij mee zijn. En dan ga ik het al helemaal niet spelen, want dat past niet bij mij. Nee. Mensen die iets meer het van de sociale omgang moeten hebben... die zeggen, ja, je moet je soms even inleven in de ander. Dat heeft iemand anders gewonnen, dus daar moet je een beetje blij voor zijn. Vervolgens feliciteer ik ook diegene. Nou, ik ga er niet blij mee zijn. Nee, no way. Nee, jij staat daar gewoon chagrijnig met je zilveren... Ja. En dat gaat ook gewoon echt niet veranderen. Ja. Nee. Ja. Waarschijnlijk is dat ook de reden waarom je meestal de eerste bent in plaats van de tweede. Nou, misschien heeft het er wel mee te maken, ja. Maar dat... weet je, ik schaats niet om tweede te worden en ook niet om derde te worden. En zo zit ik in elkaar. En ik ga ook dus een tweede of een derde plek niet vieren. Nee. Ik wil even met je praten over wat je 5 jaar geleden dacht... hoe de concurrentie eruit zou zien. Hoe heette jouw concurrenten de komende jaren? Davis, Lee, Bucco, Mascano en Cook. En kijk jij nou van deze 5 namen die je nu noemt... Ken jij alles wat zij doen? Nee, lang niet. Want je moet toch eigenlijk zo'n DVD hebben waarin je kunt bestuderen... wat doet hij en waarom is hij eventueel af en toe zo goed? Ja, maar ik denk dat ze liever een DVD van mij hebben dan ik van hen. Ja, maar die van jou zullen ze misschien wel hebben. Ja, die zijn er, dus voor mij zijn er meer beelden dan van hen, ja. Klopt. Ja. Is dat eigenlijk zo, dat mensen naar jou kijken? Het is gewoon in schaatsen zo dat, zeg maar... degene met de snellere tijden of goede techniek... Zo kijk ik ook naar andere schaatsers. Ze worden gewoon gebestudeerd. Net zoals dat je bij ijshockey of bij hockey beelden van, of bij voetbal beelden van je tegenstander kijkt en de analyses op loslaat. Maar deze jongen, 5 jaar geleden, zei in ieder geval, ja, daar kijk ik niet naar. Dat doe ik eigenlijk nog steeds niet. Nee. Er is niemand die ergens daar, waar dan ook schaatsen waarvan jij denkt, dat toch eens even kijken wat die gast nou doet. Nee, ik ga er zeker geen studies van maken. Nee, omdat ik vind dat ik mijn eigen beweging moet perfectioneren. En dat is een opvatting, ja, daar kun je over discussiëren. Ja. Maar ik denk dat mijn eigen beweging beter kan. En daarbij kun je natuurlijk naar anderen kijken. Maar ja, ik heb daar mijn gedachten over. Namelijk?
ik ben van mening dat je niet naar te veel naar andere schaatsers moet kijken. Omdat je gaat het ook een bepaalde manier in je opnemen, visualisatie. En als dat niet bij jou past, dan zit het je eerder in de weg dan dat het je iets brengt. En je vindt dat je op jouw niveau en gezien jouw hele prijzenkast natuurlijk wel duidelijk moet weten wat er bij jou past. Dus jawel, maar er zijn absoluut wel dingen die beter kunnen. En daar kijk je ook wel naar. Dan ben je ook wel dag en nacht mee bezig. Maar dat zit niet heel veel bij dat je anderen gaat analyseren. Denk je dat jij theoretisch gezien beter zou zijn geweest dan dat je nu was als de concurrentie scherper was? Nee, dat denk ik niet. Ik heb op het moment is het druk bezet, ook op de lange afstanden. En daar heb ik meer dan mijn handen vol aan. Ja. Ja. Even luisteren wat jij zo de afgelopen 5 jaar over de concurrentie zegt als er naar gevraagd wordt. Ja. Ik denk nog steeds wel dat het kan, hoor. Maar je bedoelt Europees kampioen worden? Ja, dat sowieso. Maar, Als andere schaatsers wat minder zijn, dan worden ze 14e. En ik win hem op karakter nog. Ja, wat wil je? Ja, maar het gekke is, degene die altijd met jou traint, is Whisky. Die wint hem hier. Hij heeft daar veel voordeel van, geloof ik, hè? Volgens mij maak ik iedereen beter die met mij traint, of niet? Als je nou naar dat hele schaatswereldje kijkt, hè? Ja. Wat denk jij dan? Wil je het echt weten? Zag je Fabrice ook? Ja. Was je onder indruk? Had hij onder indruk moeten zijn? Nee, of jij onder indruk van hem was. Oh, van hem? Ja. Wat heb ik hier op die dag gekeken? Jij wel? Heb jij naar hem gekeken? Nee, ik ook niet. Had jij dat verwacht trouwens, na 1 dag bovenaan? Nou ja. Ja, ik hoor het al. I need you to say your name and your country. Nothing, you just won here. Are you stupid? I know, take my notification for you. Hell no, I'm not gonna do that. Ja, ik ben er gewoon heel erg blij mee hoe ik er nu voor sta. En ik denk dat het nog niet gedaan is. Echt? Oh, laten we een beetje spannend houden toch, Bert? Dan gaat het om. Nee, dat wordt morgen nog een geweldig spannende dag. Ja, nee, daarom. Dat allround is zo saai, dus ik houd het een beetje spannend, hè? Je kunt daar veel zelf van doen, hè? Ja, nee, daarom. Dus dan moet ik het maar doen, hè? Ja, we hebben ze natuurlijk erop uitgezocht. Ja, maar ik weet het. Maar we hebben ook niet heel erg hoeven zoeken. Nee, hè? Nee. Ja. Ja, het is wel, moet wel. Ja, je hebt ze zeker op uitgezocht, dat snap ik natuurlijk ook wel. En het is zo, ja. Ja, maar goed, het is wel die jaren waar jij in, zeg maar, naar terugblikt, was het allrounden heel erg prominent. En je ziet nu toch dat de focus iets meer verlegd is naar de afstanden. De weken afstand is heel erg belangrijk geworden. Ja. En daarin voor mij natuurlijk de 5 en de 10 kilometer. Ja, het is toch een hele andere situatie geworden dan 5 jaar geleden. Zeker. Pittiger. Ja, absoluut. Ja. Ja. Hoe verklaar je dat zwaarder is geworden? Jagen is natuurlijk vele malen makkelijker dan verdedigen. Mm-hmm. Zo is het gewoon. Maar ook omdat mensen naar jou hebben gekeken, waardoor ze misschien al een sprong kunnen maken waar het bij jou nog stappen waren om daar te komen. Bedoel je dat ook? Ja, nee, tuurlijk zeker. En voor mij worden de stapjes natuurlijk steeds moeilijker. En die worden hoe kleiner ze worden, hoe moeilijk ze er ook zijn. Ja. Ja. Zal ik die andere kant op doen dan? Ik zie dat allemaal in een razend tempo gebeuren. Oké. Is dit... Hoe vaak ben je hier? Dit, krachttrainen, dan doe ik 2 keer in de week. En wat til je dan? Nou, er zit nu 60 kilo op. Maar dat gaat, ja... Ook wel dit, hoor. Zeg maar, ja? Voor belangrijkere wedstrijden ga je lichter in kilo's. En in trainingsperiodes ja, meestal rond de 100 of de, ja, niet vaak daarboven, omdat... 100? Ja, maar dat valt mee, hoor. En wat train je dan, je rug? Benen, kont, rug, alles. Met squatten, zeg maar, je hebt dan voor en achter. Ja, daar kun je eigenlijk, eigenlijk alle lijnen wel goed mee trainen, ja. En hiermee bezig? Meest. Ja? Ja. Is dat lol of is dat effect? Beide, zeker. Het is ook het leukst? Ik vind schaatsen nog steeds leuk, maar het fietsen komt heel dichtbij, zeker. Ja, ja. En ja, hier zit ik wel snel 4 uur per dag op, ja. 4 uur? Ja. En wat rij je dan? Zo'n 150 kilometer of zo? Of? Ja, dat gaat in de zomer gaat het snel die kant op, ja. Ja.
En dat is toch meer ook voor de man die de lange afstanden rijdt? Ja, absoluut. Sprinters kom je niet per se op de fiets tegen? Ja, die komen wij zeg maar kort in de buurt van Heerenveen tegen en dan daarna niet meer. Nee. Eigenlijk, we hebben het er al even over gehad, ik zei het misschien een beetje plat, van misschien is je lichaam eigenlijk altijd wel even de grootste beperking. Los van het hoofd natuurlijk wat erop zit. Laten we even luisteren wat jij 5 jaar geleden over dat lijf zei en waar je bang voor was of wat je vreesde. Wat is het zwakke aan jouw lichaam? Ja, het zwakke is tegelijkertijd ook het sterke, dat ik kan blijven doorgaan, ook al voel ik pijntjes, blessures. En ik kan er gewoon mentaal doorheen schaatsen. En dat is tegelijkertijd ook een valkuil. Ik heb eigenlijk de laatste 4, 5 jaar eigenlijk nooit een wedstrijd gereden dat ik eigenlijk niks had. Dat ik dacht van, nou, nu voel ik niet ergens een pijntje of ik heb ergens altijd wel iets. En dat is ook het leven van een topsporter, denk ik. Maar wat zijn de lichaamspunten waarvan je denkt de komende 5 jaar, als ik er al eens af zal liggen, dan zal dat daardoor komen? Nou, dat is wel knieën, bovenbenen en rug. Ja, dat is ook wel zo'n beetje het hele spectrum dan eigenlijk, hè? Of niet? Nou ja, gelukkig is er meer dan dat. Maar, Nee, maar qua schaatsen bedoel ik, zal dat toch wel de meeste belasting zal daar op die plekken zeker, zitten, of niet? Zeker, ja. Is het lijf beter geworden de afgelopen 5 jaar? Ik denk dat ik toen we dit 5 jaar geleden op me zat, ik volgens mij in een blessurejaar. Toen heb ik het hele jaar niet meer geschaatst. En toen heb ik wel twijfels daarover gehad, zeker of ik wel weer terug zou komen. Omdat ik op dat moment nog zeker niet bekend was of dat überhaupt ging gebeuren. En ik denk wel dat het beter is geworden, ja. Eigenlijk, ja. Gelukkig wel. Sterker dan 5 jaar geleden? Ja, anders. Ik denk, wat ik net ook al zei, iets meer van het allrounden, wat ik nog steeds heel erg belangrijk vind, iets meer verschoven naar de 5 en de 10 in de afgelopen 5 jaar. Ja. Dus dan krijg je meer duurvermogen dan dat je echt sterker, echt powerhouse bent dan dat ik toen was. Ja, maar toen had je je beste tijden al gereden. Ja, maar ja, ik kijk er iets anders naar. Omdat ik heb vorig jaar... Dan heb je het over 2 wereldrecords, 5 en 10 kilometer. Ja. Waar je niet elk jaar komt, waar je niet altijd dezelfde omstandigheden hebt. En vorig jaar heb ik een 609 gereden in Heerenveen. En ik heb nog nooit zo hard hier in Heerenveen gereden. En zulke dingen zeggen voor mij net zoveel als een wereldrecord. Juist. Omdat het jou in ieder geval zegt, dat wereldrecord zit er dus gewoon nog steeds heel makkelijk in om dat van mijzelf te verbreken. Nou, als makkelijk ik 609... zeg ik, nee, makkelijk niet. Nee. Maar het is wel zo dat... toen de tijd was mijn baanrecord in Tialf 6:12. Ja. En ondertussen in die afgelopen 5 jaar is hij naar 609 gegaan. Juist. Dus ik kan niet zeggen dat er geen progressie in heeft gezeten. Alleen niet in Calgary waar ik dat wereldrecord heb gereden. Is topsport op jouw niveau, dus op het hoogste niveau, vooral ook omgaan met teleurstelling eigenlijk? Tuurlijk, maar... Dat is misschien wel niet alleen in topsport zo natuurlijk. Nee, er zijn heel veel... Nou, ik denk dat, als je het plat zegt, dat in het burgerleven... De mensen gewend zijn om tot hun 45ste of 50ste misschien wel omhoog te gaan langzaam. Ja. Ze krijgen er wat meer geld bij, ze krijgen iets meer verantwoordelijkheid in de baan of wat dan ook. Dat gaat goed en dan kan het soms ook nog heel lang op dat niveau blijven. En bij topsporters is dat allemaal natuurlijk gecomprimeerd in 10, 15 jaar soms. En dan kan je ook nog hebben, in jouw geval bijvoorbeeld, dat je denkt, potverdorie, dat heeft al best lang geduurd voordat ik mijn eigen wereldrecord weer eens kan verpulveren. Dat lijken mij toch ook af en toe gewoon teleurstellingen. Ja, maar ja. Ja, jij zit heel erg op het wereldrecord houden, maar echt heel weinig goed, uit. Goed, oké. En ik zie nog voldoende verbeterpunten en ook mogelijkheden waarin ik juist heel veel uitdagingen zie. En dat me elke dag heel hard trainen en voor de sport leven vind ik nog steeds heel erg leuk om te doen. En zodra ik iets te vaak wakker word dat ik het niet meer leuk vind, dan stop ik ermee. En ja, dat gevoel heb ik nog helemaal niet. Nee. Laten we even luisteren naar een vrouw die fan van jou is en die nu ook, zeg maar, ons hele land, althans het schaatsen in Nederland, regelmatig op de hoogte houdt van jou en de anderen. Wat ik zo fantastisch vind aan Sven Kramer is zijn drive, zijn wil om te winnen. En hij kan ook winnen en dat laat hij al jaren en jaren zien. Hij rijdt eigenlijk altijd alle wedstrijden. Elke keer weer met het gevoel, ik moet winnen.
En dan won hij vaak ook. Je ziet heel veel schaatsers komen en gaan. Concurrenten ook van hem. Maar Sven blijft al meer dan 10 jaar. Wij merken het af en toe ook een beetje, moet ik zeggen, in de kijkcijfers. Als Sven nu, omdat hij zich dat inmiddels kan permitteren, af en toe besluit om een wedstrijd niet te rijden, merken we dat toch een klein beetje in de kijkcijfers. Dus Sven, niet meer doen, hè? Het zou eigenlijk niet zo moeten zijn dat de cijfers daardoor veranderen. Maar het is kennelijk wel zo. Ja, maar dat is niet goed voor de sport. Nee. Dus misschien voor een groter belang, namelijk de sport, zou je af en toe iets moeten doen wat voor jouzelf niet heel erg belangrijk is. Ja, maar dan moet ik consequenties doen in mijn traject naar een toernooi. Ja. En ja, die concessies dan, zeg maar, concessies moeten doen, ja. Die ga ik met rente terugkrijgen later. Dus ja. Ga ik niet doen. No way, José. Nee. Nee. Het is opmerkelijk dat je ziet dat ook als je naar echt belangrijke schaatswedstrijden kijkt, dat zelfs als er in het buitenland het podium niet helemaal vol zit, het stadion bedoel ik niet helemaal vol zit, dat voor het podium thuis helemaal niets uitmaakt. Hè? Er wordt ontzettend goed gekeken. Nederland houdt heel erg van schaatsen. Ja, 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 het is wel. Op de meest rare tijden, soms 's middags of heel laat 's avonds, er wordt gewoon ontzettend veel gekeken. Ja. Ja, goed, en daar ben ik natuurlijk blij om. En dat hopen we graag zo te houden natuurlijk. En 2 jaar geleden in Sochi of 1,5 jaar geleden in Sochi riep iedereen van Nederland is te dominant en we moeten de buitenlanders helpen en noem maar op. Dat is wel gelukt. Ja. En nu worden we echt om alle kanten naar huis gereden. Ja. En ik heb altijd al gezegd, weet je, koester dit nou, want dit is niet normaal. Weet je, dit gaat niet nog 4 jaar zo duren. Nee, maar we moeten buitenlandse trajecten opstarten en we gaan ze allemaal helpen. En als je hier overdag komt, zie je alleen maar buitenlanders, want ze brengen ook nog geld mee. En eigenlijk is het een soort van dienmodel geworden in Nederlandse schaatsen, waar ik het niet mee eens ben overigens. Maar waar ben je het niet mee eens? Je hebt Nederlandse teams die bestaan omdat buitenlanders grof geld betalen om hier te kunnen trainen. En wij gaan al die buitenlanders helpen. Ja. En vervolgens, zoals afgelopen weekend, zijn er weinig Nederlandse overwinningen geweest. En ja, dat is zonde. Ja, maar wat hadden ze dan moeten doen? Ze moeten zeggen, dat moeten we niet doen, die buitenlanders helpen. Ja, dat denk ik wel. Omdat iedereen dacht in Sochi, nou, dit gaat niet goed en Nederland is te dominant. Ja. Ja, je ziet dat het in 1 zomer eigenlijk al gekend is. Ja, dan was je voorsprong dus ook eigenlijk heel klein als Nederland. Ja, natuurlijk is dat wel. Maar in topsport is de voorsprong ook nooit heel groot. Nee. Als je nou, want daar komen we zo ook even over te praten als ik jou vraag naar Nederlandse jonge talenten. Als je dat nou even toch te vergelijken met het voetbal maakt. Daar heb je iemand als Johan Cruijff die zich daar ontzettend druk over maakt. Al bijna zijn hele na-actieve carrière over jeugdopleiding. Over het combineren van visie, techniek, geld en alles om dat in een club te stoppen. En om naar een plek toe te gaan. Laten we zeggen, een topsportmentaliteit. Zie jij voor jezelf daar ook een rol in dan? Later? Ja. Ja, weet ik niet. Vooralsnog, ik denk er ook erg weinig over na. Omdat ik ben nog zo druk met mijn huidige carrière dat ik er niet over nadenk hoe ik dat later wil gaan invullen. Okay. Laten we dan even naar die talenten gaan. Kun jij je voorstellen dat er 1 jaar is tot aan 2015 waarin jij niet de topper bent? Ja, zulke jaar zoals nu. Ja, dit jaar maar. Ja, maar goed, het is ook maar de VVV de vraag hoe ik terugkom natuurlijk en wat voor niveau. Ik ga ervan uit dat ik gewoon weer op niveau terugkom, maar you never know. Ben je daar bang voor? Nou, dat denk je wel eens aan natuurlijk, ja. Maar er is nog niet iemand à la Sven Kramer die zomaar opeens als snotneus opgestaan is, fantastisch iets neerzet en waarvan je denkt, dat kan hem zijn, of wel? Ja, nee. Nee. Het is nog niet dat ze het is elke weekend harder rijden dan mijn tijden. Nee. Lang niet. De jonge Nederlandse talenten worden het internationaal niet? Hoorde ik je dat nou zeggen? Ja. Hoe komt dat? Geen talent? Nou, op dit moment zie ik ze nog niet. Hoe kan niet, het? Op dit moment zie ik nog niet de kampioenen die jaar in jaar uit elk toernooi gaan winnen. In dat opzicht is er niet veel veranderd, geloof ik, hè? Nee, omdat dat is natuurlijk wel zonde. In de sprint beduidend veel beter.
en in de kortere afstanden. Maar op de lange afstanden zijn er wel meer schaatsers bijgekomen, maar zijn niet echt talenten. Het is allemaal een beetje van mijn leeftijd of zelfs ouder. En dat is, heeft denk ik wel met van hoe het vanaf onderaf aan bestuurd wordt. Namelijk? Nou, er wordt, ja, zo'n hal als dit, ja, bijvoorbeeld. Hier is iedereen heel veel aan het trainen. Maar als je hier veel bent, dan ga je geen harde 5 en 10 kilometer rijden. Omdat het werk wat je hier moet doen is allemaal strength and conditioning. Is veel kracht, is veel power. Ja, en dat is leuk, het is makkelijk. Ze hoeven hier maar 3 keer 10 te zijn, dus zijn we weg. En ja, het is misschien ook wel meer van deze tijd, absoluut. Maar ja, dan ga je geen harde 5 en 10 kilometer van rijden. Want waar moeten ze dan zitten? Buiten, op de fiets. Skileren, fietsen. En dat doen ze niet? Ja, het wordt ook... Te weinig? Ik weet niet of het te weinig is, maar er wordt gewoon... De interesses liggen ook op andere disciplines. Ja. Het is een ouderwetse afstand geworden? Ja, misschien wel. Ja? Wat denk je? Denk je zelf? Ik vind het nog steeds heel interessant. Misschien wordt er anders naar gekeken. Maar ik denk dat we een paar weken geleden fantastische sport hebben gezien. Zeker. Dus wat dat gaat spreken, die wedstrijden voor zich. Ja. Maar tegelijkertijd, ze spreken voor zich. Dat geloof ik ook. Voor de mensen die het leuk vinden om ernaar te kijken. Tuurlijk, klopt. Maar het is kennelijk niet zo'n, het heeft niet zo'n aanzuigende werking voor al die anderen die denken, dat wil ik ook. En ik stap op mijn fiets en ik ga skileren en ik ga al die dingen doen. Ja, maar het is ook een veel grotere opoffering. Ja. Ja. En die opoffering is misschien te groot. Nou, het is te groot, maar het wordt ook niet aangeleerd. Ik ben niet anders gewend. En ik wil helemaal niet zeggen dat het vroeger allemaal beter was. Zo helemaal niet, want ik ben nog maar 29. Je bent te jong om dat te zeggen. Ja. En, maar het is, ik zeg wel soms, het is niet meer gaaf om af te zien. En ik denk dat dat wel de kern van de boodschap is. Ja. Ik denk dat er ook iets anders bij hoort. Nou. Dat er maar weinig mensen zo ontzettend streng voor zichzelf kunnen zijn als jij. En ik denk trouwens ook, wanneer mensen jou niet sympathiek vinden, omdat je ook redelijk streng voor een ander kan zijn. Ja, maar ik denk niet dat dat laatste te maken heeft dat een ander daardoor niet de ambitie moet hebben om niet voor langere afstanden te gaan. Nou ja, misschien dat wel nog iets meer onderstreept dat wat jij doet heel bijzonder is. Ja, zou kunnen. Ik heb een heel ander voorbeeld van jou, 5 jaar geleden. Gaat over iets heel anders. Ik vroeg jou op een gegeven moment, denk je nog dat er oorlog is in Afghanistan? En of daar nog mensen zullen sneuvelen? Het gaat niet over Afghanistan, maar het gaat mij een beetje over jou, hoe jij denkt daarin en wat je daarover zegt. Gaan wij naar Afghanistan? Volgens mij gaan we op korte termijn alweer heen. Vallen daar doden? Ja, waarschijnlijk wel, ja. Ik bedoel Nederlanders? Ja, die vallen er nu ook. Dus. Wat vind je daar eigenlijk van? Je hoeft niet bij Defensie te gaan. Nee. Dus nou, ook dat is een part of the job. Maar goed, het zijn wel... het is wel heel confronterend natuurlijk, weet je. En, maar je weet dat het risico er is als je erheen gaat. Het is een beetje de man die zegt niet zeuren. Ja, niet zeuren. Ik weet niet of het niet zeuren is. Het is natuurlijk altijd jammer als er slachtoffers vallen. True. Absoluut. Maar het is part of the job. Zeker. Dat, ja. Maar ik denk ook als je elke marinier of wie dan ook vraagt die erheen moet voor zijn werk. Iedereen is zich van bewust van dat risico. Ja. Dus hoort het erbij. En liever niet natuurlijk. En zeker voor de nabestaanden is het natuurlijk verschrikkelijk. Maar je weet het wel. En iedereen om diegene heen weet het ook. Ik vroeg jou nog naar jouw karaktertrekken. Wat is een karaktertrek die jij nu hebt waarvan je denkt, nou, daar hoop ik over 5 jaar iets minder last van te hebben? Nou, ik hoop wel dat ik iets rustiger ben dan, ja. Ja. Maar goed, dat is ook weer een eigenschap die me heel veel heeft gebracht. Ik ben super ijverig, wil keihard werken. Maar soms draaft het ook wel door en kost het gewoon te veel energie. Voor wat op dat moment nodig is.
Omdat je dan te hard traint, bedoel je? Nou ja, gewoon ook. Soms moet je ook gewoon rust nemen. En ik kan me ook druk maken over dingen die eigenlijk totaal niet urgent zijn voor dat doel te bereiken. Ben je rustiger geworden? Ik denk het wel. Maar ik kan me nog steeds wel druk maken om te kleine dingen. Ja. Maar ik denk wel dat ik in het algemeen zin rustiger ben geworden, zeker. Ja. Wat is het wat jou er elke dag toe brengt om dit te doen eigenlijk? Ja, ik denk toch vooral passie. Ja. Ja. Ik vind het heel erg leuk om te doen. En wat ik net ook zei, als ik dat niet meer heb, dan ben ik weg. Maar ik heb er nog heel veel plezier aan en ik vind trainen helemaal geen opoffering. En ik vind het elke dag gewoon, ja, heel erg leuk om te doen. En je zegt, ik heb de meeste mensen die ik ken, die in mijn sociale kring zitten, die zijn geen topsporter. Zeggen die niet wel eens tegen jou, Jezus man, je bent een slimme vent en je bent eigenlijk alleen maar met dat schaatsen bezig de hele tijd. Snappen ze het ook wel eens een keer niet? Ja, nou, ja, omdat het natuurlijk, je wordt ouder, dus mensen gaan je ook een soort van begrijpen of je gaat elkaar proberen te verstaan, ja, daarin. Dus komt er misschien wel meer begrip juist voor keuzes die je maakt. Ja. Ja. En de opofferingen die het heeft. Ja. Ja, goed, en deze week zijn daar natuurlijk een groot voorbeeld van. Kerst, oud en nieuw, ja. Ja, want kerst en oud en nieuw? Nee, dat wordt het niet. Nee? Nee, wij moeten tussen kerst en oud en nieuw, hebben wij ons enkel afstand. Dus, ja, dus dat betekent dat je in dit soort omgeving zit? Ja, jammer genoeg wel, ja. En dan staat er misschien nog een soort troostkerstboom ergens in de buurt? Ja. En dat is dan maar zo? Ja, maar ik moet, ja. Naomi is wel heel erg fan van kerst. Ja, hoe ga je dat oplossen? Kerstavond heb ik vrij. Ja, dus, maar wat betekent vrij bij jou dan? Dat betekent niet dat je... Nee, ga ik geen 6 uur op een stoel zitten. Nee. En ook niet 2 flessen wijn drinken, denk ik. Nee, dat klopt. Ja, je moet overal op letten. Ja, maar ja. En toch is het waard. Voor mij wel, ja. Ja. We hebben een gesprek gedaan over voorspellingen van 5 jaar terug, hè? Denk je, ik weet dat jij nu gaat zeggen, begin er nou niet weer over, maar toch. Wordt dat wereldrecord nog verbroken op die 5 kilometer door jou? Over 5 jaar gaan we hem weer doen. Ja, deze dan. Ja? Ik denk wel dat het wereldrecord verbroken gaat worden. Maar toen was het de vraag of het onder de 6 minuten ging of niet. Ja. Daar heb ik wel mijn twijfels bij gekregen. Maar hij gaat wel verbroken worden. Ja. Door jou? Ja, dat weet ik niet. Ja, ik zie ook niet zo snel de aankomende 2-3 jaar dat we daar nog heen gaan. Dus. Nee. Kom jij nog onder de 12:30? Ik hoop het wel, maar ja, dat zullen we niet weten. Goed, dus we hebben de kerst net gehad. Daar heb je dus, ja, daar heb je dus niet veel thuis doorgebracht op de kerstavond na. Nee. En ga je dat goed maken met oud en nieuw? Waar ben je dan? Nee, ook niet. Oud en nieuw wordt sowieso niet gevierd. Ja, even, maar... Ik denk dat ik gewoon om 11 uur met oordop slaap. Ja, echt? Ja. Erg, hè? Ja. Ja. Er komt een moment dat allemaal niet meer zo is. Zeker. En dan heb ik gewoon, ja, ik hoop nog genoeg tijd om van die andere dingen te genieten. Ja. En wanneer dat moment er is, dat heb je daar een idee van? Nou, ik denk over, nou, dat kan over 2 jaar zijn, maar dat kan ook over 3 of 4 jaar zijn. Maar goed, ja, het komt steeds dichterbij natuurlijk. Ja, Rintje Ritsma ging bijvoorbeeld nog heel lang door, omdat hij er ontzettend veel plezier aan beleefde. Ja. Maar hij won niet meer. En dat weet ik niet of ik dat zou kunnen opbrengen dan nog. Want dan is het plezier toch ook iets minder? Nou, dus dat gaat wel rap weg, ja. Tussen de 2 en de 4 jaar? Ja. Dichter bij de? Ja, ik vind het nog wel heel leuk om te doen, Jeroen, dus. Ja. Fysiek gesproken en gezien de omgeving moet je het natuurlijk makkelijk 4 jaar vol kunnen houden, toch? Dan ben je 33. Ja. Ja, nee, dat zou makkelijk kunnen. Maar... Ja. Oké, nou, eerder naar de 4 jaar dan. Kijk, dat is ambitie, toch? Oké. Fijne oudejaarsavond. Ja, zo. Om 11 uur. NTR. Speciaal voor iedereen.